Hi, welkom bij Rijdershine Detailing. Sorry voor de herrie op de achtergrond. Waarschijnlijk zie je het al. Esteban is een auto aan het wassen. En in deze video willen we je graag uitleggen hoe wij nou eigenlijk een auto wassen. Want we hebben heel veel klanten die laten bij ons de auto gewoon met de hand wassen. Heel veel ondernemers die allemaal geen tijd hebben om een auto te wassen. En op zaterdag en zondag liever iets met het gezin gaan doen of wat anders gaan doen. In plaats van een paar uur een auto te gaan wassen. Wij doen dat hier binnen. We hebben een speciale hele mooie wasbox daarvoor. Met het juiste temperatuurwater, ontkalkt water. We werken met schone emmers, schone doeken, schone washandschoenen. De juiste shampoos, de juiste producten. Gaat zomaar door. Dus uw auto wordt hier echt verwend. En helemaal auto's die voorzien zijn van een coating, die wij dan verzorgen. Ja, die blijven dus altijd gewoon in topstaat. Hier binnen is het nou eenmaal gewoon makkelijker als buiten op straat. En ook in de winter is het natuurlijk echt een voordeel dat wij lekker warm staan en niet buiten in de kou. Daar gaan we dus mee beginnen. We hebben hem al afgespoten en we gaan je alles laten zien hoe dat wij nou eigenlijk zo'n auto precies wassen. Nou, op dit moment is Esteban die ionizer aan het spuiten op de auto. Dat verwijdert dus alle vervuiling wat normaal in de lucht hangt, ijzerdeeltjes, wat zich hecht aan de lak. Gaat dat losweken van de auto. Dat is eigenlijk standaard wat we bij alle wasbeurten doen. Dat is ook het product wat helemaal rood kleurt, voornamelijk op je velgen, maar ook op de lak. Nou, is deze auto donker, zullen we het wat minder snel zien. Alleen, ja, het is wel een van de belangrijkste stappen voordat je een auto gaat wassen. Nou, Esther, we gaan een beetje herrie maken, maar we gaan nu de wielkasten helemaal schoonmaken. Dat doen we eigenlijk ook altijd standaard bij alle wasbeurten. Die zitten helemaal vol met rommel. Maar als hij gaat spuiten, dan versta je mij slecht. En ook de velgen spuiten we dan gelijk af. En daarna gaan we gelijk door met heel de auto af te spuiten. Want die staan natuurlijk nu in de deionizer en dat laten we een minuutje of 10 zitten. Voordat we dat er weer afhalen. Nou, na het afspuiten van de deionizer gaan we de auto foamen en dan wordt de auto bedekt met een mooi laagje foam. In die foam zit een reinigende werking en die gaat dus de volgende vervuiling die nog aanwezig is op de auto losweken van de auto. Laten we 10 minuten zitten, ongeveer. We hebben natuurlijk hier geen last van zon, dus dat is wel fijn. Die foam gaat dus vuil losweken en daarna spuiten we hem weer af en zo is die dus weer een stukje schoner. Eigenlijk op het moment dat we pas de auto gaan wassen met de washandschoen, is die bijna al schoon.
Nou, zoals ik net eigenlijk al uit heb gelegd, is de auto nu helemaal voorzien van foam. Zoals je ook ziet, druipt dat heel langzaam van de auto af. En die foam die pakt dat vel op en dat gaat dus in de schuim zitten. En dat loopt dus langzaam vanaf en dat zal ook de auto niet krassen. Het weekt dus het vel los. En zo kunnen we het op een veilige manier dus een extra voorreiniging doen voor de auto. Dus hoe meer voorreinigingen, hoe veiliger we dat doen. En zolang dat we de auto niet aanraken, maken we ook geen krasjes. Nou, hier zie je dat we de velgen van tevoren al een keertje reinigen met goed warm water. Het heeft dus al een voorreiniging gehad. Dan gaan we er nog een keer doorheen met de speciale velgenborstels. Die ook geen krassen maken. Zo, na het afspuiten wassen we de auto met de hand. Natuurlijk met twee emmers. Dat betekent dat we één emmer met shampoo hebben, schoon water, en één emmer zonder shampoo, dus helder water. En dan wassen we de auto altijd van boven naar beneden. En zoals je nu ziet, spoelt hij ook die handschoen heel goed uit voordat er weer een nieuw gedeelte van de auto gewassen gaat worden. Dus dat is heel belangrijk, ook als je thuis wast. Als je op deze manier de auto wast, dan maak je gewoon echt 70-80% minder krassen. En dat is belangrijk, want ja, dat zou zonde zijn als je met washandschoenen weer allemaal krassen maakt in je auto. Het is ook belangrijk dat na het wassen, dat je al die materialen, dus je washandschoenen, je droogdoeken en andere doekjes, altijd goed uitwast in de wasautomaat. Leg ze nooit weg in de schuur dat je denkt van, wacht, die zijn helemaal niet zo vies, dat kan nog wel een keer. Dat kan niet nog een keer, was het gewoon nog een keertje lekker uit en doe dat na iedere wasbeurt. Ja, zoals je ziet gebruiken we dus ook twee washandschoenen. Eén voor de lak, voor de complete bovenkant van de auto. En de andere, daar doen we alle randen mee. Onder de bumper, de zijskirts, binnenkant de deuren. Zodat we eigenlijk nooit de goede washandschoen voor de lak gebruiken voor de onderkant. Je weet maar nooit, als daar iets in blijft zitten of wat dan ook, maak je misschien krassen en op deze manier niet. Nou, dan spuiten we de auto nogmaals af en dan gaan we door met de volgende behandeling. Want daar krijgen we ook altijd nog een Aquila. En Aquila is een speciale beschermlaag die we altijd op de auto aanbrengen na het handwassen. Maar dat laten we zo zien. Na het handwassen voorzien we de auto van Enzo Aquila. Aquila is een waterafstotende laag. Die we dus aanbrengen op een natte auto. Hierna spuiten we hem weer af met hoge druk. En dan heb je eigenlijk gewoon gelijk een bescherming. Dat is beschermlaag nummer 1. Zo, het is een klein beetje mistig, maar dat komt omdat het water gewoon warm is. En dan gaan we de auto weer afspoelen. We hebben net afgespoten, denk je, hij is klaar. Maar ja, als je een auto afspoelt of afspuit met hoge druk, dan blijft een auto vaak erg nat. En als je hem afspoelt met een open slang, want hier zit ook geen mondstuk op, ja, dan zou je zien, dan is die al een heel stuk droger. Wat weer dan scheelt, als we op het moment dat we een droogdoek pakken, dan droogt hij gewoon veel makkelijker, omdat er veel minder water op de auto zit.
Nou, de auto is nu helemaal afgespoeld en is natuurlijk nog steeds wel wat nat. Maar dan gaan we hem drogen in combinatie met lucht en een droogdoek. Dus meestal blazen we weg met lucht. Wat heel erg makkelijk is voor de sponningen van de deuren. Vooral voor de velgen, dat soort dingen allemaal. Ja, en met lucht raak je gewoon minder die auto aan. En hoe minder dat je hem aanraakt, hoe minder krassen. Dat ding maakt heel veel herrie, dus we zetten altijd gehoorbescherming op. En als die dan dadelijk helemaal droog is, dan brengen we beschermlaag nummer 2 aan. Nou, natuurlijk beschermen we ook de velgen, dus die zijn nu helemaal schoon en dan doen we altijd een spreetje Enzo Quick Detailer eroverheen. Dat beschermt toch weer een beetje extra. En we maken de banden zwart. Staat toch mooier, hè? En natuurlijk hoort bij het wassen van de auto het goed schoonmaken van de ramen. Nou, als laatste brengen we natuurlijk een detailspray aan op de auto en dan is die eigenlijk klaar. Detailspray die brengt extra bescherming en extra glans. En dan zien we deze meneer volgende maand weer terug.